met de taak een kruis op zijn wrak. Hij trotseerde allerlei gevaren, maar hij was toch niet op zijn gemak. O, geen vuile pruis, blijf toch liever thuis. Gebruik verstand, blijf weg uit Engeland, Engeland, want gij zult leren en kreveren. Eigenlijk een ontdekking is het niet, maar een bevestiging. Dat mijn vader dat deel uitmaakte van het eerste jagerstepaard. En daar heeft hij heel veel over verteld, dat die te paard evolueerde en zo. Terwijl hij over de oorlog helemaal niks verteld heeft. Onderzoeken aan de Kberta. Dat is achter de. Dat is vlot. Les Américains sont tous venus. Dans les trous de porte, et l'Américain qui était là m'a donné une gamelle que j'ai gardée pendant toute ma jeunesse au Boy Scout. Et alors maman lui dit non, pas la gamelle. Il dit non, il voulait absolument la donner. À un certain moment, il perd son casque parce qu'il n'attachait jamais. Et voilà que les obus continuent à tomber et le casque roule sur le trottoir. Et alors, il va chercher son casque. Mais nous autres, on avait peur avec les obus. Et lui, qui était militaire, il allait chercher son casque. Alors que où il était mis, on n'avait pas besoin. Je m'appelle Georges Cavrain. Le 8 mars prochain, j'aurai 86 ans. 24 défenseurs belges, ils laisseront leur vie dans une lutte inégale. Milicien 1940, nous entrons au fort le 31 janvier. Et ce sera seulement à 17h que nous partons, sous la conduite de deux brigadiers, vers notre cantonnement de Wong. Et là-bas, notre baraquement n'est même pas prêt. Et la première partie est stationnée au patronage. Il faudra pendant... Allez, tu le vis. Ah oui, mais là, c'est parce que j'ai... C'est vraiment les préparations. Thank you.
Ik heb mijn scriptie dus geschreven op het einde van mijn opleiding vertaler. Ik wilde dat dan ook doen, omdat ja, bij ons in de familie, mijn grootvader zelf, die had nooit niet zo heel veel verteld over zijn verleden tijdens de oorlog. Hij vertelde heel veel over zijn verleden, maar niet over de oorlog zelf. En via mijn moeder heb ik dan ook zo wel opgevangen dat, ja, dat hij tijdens de oorlog toch verkeerde dingen had gedaan. Dat was toen nog natuurlijk... Ja, mijn moeder wist daar zelf ook niet zo heel veel van. En dat heeft mij altijd geïntrigeerd eigenlijk. En ik dacht van ja, eigenlijk zou ik daar wel iets rond willen doen. En dan heb ik dus ja, gevraagd van, ja, vervolgens is het misschien ook mogelijk om eens met jou te praten over die periode. En in het begin stond hij daar zo nogal weigerachtig tegenover. Dus bij de Vlaamse Wacht, hoe zit je daar dan eigenlijk bij terechtgekomen? Ik ben zo bij het recht gekomen, hè. Als dat ze zeiden tegen mij. Ik ben naar de haven gaan te werken, nadat je daar een hoog loon verdiende. Mm-hmm. En als ik dan in Antwerpen kwam, hè, daar stond een dingetje, die wees me nog. Het ding is van de Vlaamse Wacht. Hè. Ik zei, jammer, ik zeg, daar kon ik niet bij, maar dat heeft niks met Duitsland te maken. Zeg, dat was een Vlaamse Wacht van België. Zo zeg hij tegen mij. Mm-hmm. Zo ben ik in de baan gegaan. Hè. Ja. Et voilà, ce qui reste d'un conteneur à poudre allemand.
Ik ben Yvette Pilaert, ben woonachtig te Hasselt en ben weduwe van Arie Teunissen, oud-politiek gevangene, die 5 kampen overleefd heeft en bevrijd in Bergen-Belsen. Dat is nog een foto van mijn man ook. Ja, hij was nog jonger. Hij was 85, wat nu gestorven is. Hè? Maar dat was nog een schone foto. Ik had het graag dat hij mij van alles vertelde. En ik deed mee met hem. Hij had veel vergadering. En ik ging mee. En ik deed ook veel voor de mensen. Ik hield de mensen ook wat ik kon. Hij droomde dat hij in de kampen was en dat hij bij een kapo was en die kapo zei iets. En ik zei, Arie, kom wakker. En hij kwam wakker. We zaten alle twee recht in ons bed, ik geschrokken. Ja, hij had mij aan mijn keel gehad. En dan, ik zei, jongen toch, wat doet je toch? Ja, kind, zegt ik dacht dat ik een kapo in mijn hand had. Ik ging hem doodpitsen. Ja, maar ik zei, het was ik hè, die tussen de vingers zat. En dat is niet meer gebeurd. Iedere keer als ik voelde dat hij beefde zo en droomde, dan maak ik hem wakker. En dan ging dat over. Hè. Maar ja, je droomde weer. November, december, dat waren de slechtste maanden. November, december, dat waren echt de slechtste maanden voor hem. Ik heb gebeden naar onze lieve vrouw, hij zei dat. Ik heb gebeden dat ik niet ging doorzakken. Hè? Dat ik niet ging toegeven aan de Duitsers en de namen zeggen. Ik zei, ik ga toch doodgefolterd zijn. Ik ga toch niet meer thuis raken. Dus ik verraad niemand. Hij was geslagen, soms schuil in bloed. Verschrikkelijk. Hè? En geen verse kleren of niks voor aan te doen. Ja, dat was wel erg ook. Ze plunje. Streep de plunje, het was al dat hij geen onderlijfje, niks, hè? Van niks. En hij was nu zo proper, hè? Had altijd een douchen en zo'n propere man. Hè? Ik zei, hij moet toch afgezien, hè? Daar in die kampen, zonder hygiëne, zonder iets. Geen vers goed, dag, niks. Hè? Ja. Mogen wij binnenkomen? Ja, natuurlijk. Goedemorgen. Dit is het begin van de oorlog. Dat is van 49 hier. Ah ja. Heel veel mensen hebben nooit over hun belevenissen in de oorlog veel getuigd. Mijn vader had 2 misvormde oren. En als wij kind waren, hebben wij hem gevraagd... Vader, hoe komt het dat jij 2 misvormde oren hebt? En dan zei hij, ja, manneke, een stamp van een paard gehad. En wij namen daar vrede mee. Behalve als we dan ouder geworden waren, gingen we dan toch redeneren... En dan stelden we vast dat het toch wel een heel handig paard moet geweest zijn... dat op zijn 2 oren tegelijkertijd getrapt had. Maar wij hebben ook nooit het aangedurfd van hem daar vragen over te stellen... omdat we wisten dat hij er niet graag over praatte. Ik weet niet of ik in de stad geweest ben. Is het waar? Weet je dat? Ja, nee, dat weet ik niet meer. Men kan genoeg boeken lezen over... de staatsmensen uit die tijd, over de legers, over de veldslagen. Maar wat de mensen beleefd hebben, dat is zelden of nooit op papier gezet geweest. En daarom ben ik hier bij u. Wie was die leider? Mijn verhalen inderdaad, die zorgen ervoor dat het collectief geheugen kan overleven. Wij spannen ons in om hetgeen dat de mensen nog weten. Want het is niet zo eenvoudig en het is niet zo vanzelfsprekend. Heel veel van die mensen hebben heel veel meegemaakt, maar weten niet meer alles. Anderen weten alles nog of hebben het opgeschreven. En het is toch wel interessant dat het collectief geheugen bewaard blijft voor de verdere generaties, inderdaad. Ils disent toujours, on leur demandait, les Allemands, ils vont venir peut-être aujourd'hui, peut-être demain.
Ils étaient au-dessus du village, dans la dernière maison. Ils avaient sorti tout le village, et les Allemands. Mais là, on avait la 5e airborne, hein. Mais c'était des as. Hein. Ça, c'était des soldats. Voilà. C'était des parades, hein, ça. Quand ils ont fait l'offensive, hein, c'était des parachutistes. Hein. Ils avaient le parachute sur l'épaule. Là. Quand ils ont fait l'offensive, ça durait 3 jours. Hein. Ils gueulaient, ils criaient, ils mitraillaient. J'aurais très vu ça. D'ailleurs, il y a une maison là-bas, il y a encore toutes les traces de mitrailleuses. Tu sais pourquoi ils faisaient ça? Pour faire croire aux Allemands qu'ils étaient nombreux. Tu te rends compte, toi? Oui, ça qui arrive. Regarde, voilà, le poignard américain. C'est un copain qui me l'a donné. Ça va pas? Il s'était battu. Hein? Il s'était battu. Tu reviens dîner? Au champ. L'Allemand et l'Américain étaient tués tous les deux. L'Américain avait la baïonnette allemande dans le ventre, mais il avait eu la force. Il a mordu dans le cou de l'Allemand. Donc ils s'étaient tués tous les deux. Ah, oui. La blanche, c'est terrible. Ouais. L'Américain, non, ils ont tiré les plaques de la cuisinière. Les Allemands avaient bourré des grenades. C'est ça, c'est. Donc ils se disent, hein, ils vont faire du feu. Patch, ils vont faire. C'est là que mon frère a été tué, tiens. Juste à cet endroit-là. Regarde, voilà la pâture où il était. Parce qu'il y avait des baraquements, là. Ne rentrez pas dans ma boîte. Tu vois, c'est cette pâture-là. On se crape, Nel. Hein. C'est bien tout, mais ok. Mais on n'a pas échappé. Hein. Ce que tu veux. C'était la seule victime ici dans le village. Al wandelend in de Koning Albertstraat in Hasselt op een zondagvoormiddag werd ik aangesproken door een heer en die vroeg of ik... Ik had dus een kenteken van zwart, geel en rood op mijn kol van mijn jas. En hij vroeg of ik dat wel meende. Ik zeg, ja meneer, zeg, ik ben een echte Belg. Ik zeg, ik meen dat wel. Toen zei hij, kunt jij morgen voormiddag bij mij komen om 10 uur in de Manteuilestraat? Ik heb je een paar zaken te vragen. Ik ben er zanderdaags naartoe gegaan. En die meneer die zei, kijk, zegt hem, ik ben lid van het geheim leger, officier. En we hebben dus jonge mannen nodig om berichten over te dragen aan politieke gevangenen, aan ondergedokenen, aan vliegers die afgeschoten zijn. We hebben dus jonge mannen nodig. Zijt je bereid om dat te doen? Ik zeg, ja meneer, heel zeker. Toen heeft hij een pistool uit de kast genomen en op tafel gelegd. En moest ik op mijn hand opleggen en zweren, trouw aan koning en vaderland. En trouw aan de weerstand. Een Utterse loepet. Dan hadden wij dus een alpenmuts aan met een tricolore band en een kroon. De Belgische kroon. Wij thuis waren neutraal, als zo mag zeggen. Hè. Mijn ouders hadden dus liever dat we niet zo mengen in de politiek. Wat we toen politiek mochten noemen. Dus niet wit of niet zwart. Alhoewel ik toen reeds aangesloten was bij de Witte Brigade. Hè. Maar ik moet je zeggen, in mijn familie waren dus wel neven van de andere kant, dat die dus zwart waren en die uniform droegen. Hè. Ik moest wel een klein beetje op mijn tellen passen, hè, wat ik vertelde, als we dus tezamen waren. Hè. Maar voor de rest is het altijd goed gegaan, toch? Ja. Mijn ouders hebben het nooit geweten, maar alleen maar geweten de dag dat ik moest vertrekken naar Kiewit, hebben ze geweten dus dat ik bij de Witte Brigade was. Daarvoor hebben ze het nooit geweten. En dan hier, in uitgangstenue van de weerstand. Zij die het wachtwoord konden antwoorden, moet ik dan zeggen dat ze dus onmiddellijk naar het kasteel moesten, hier een beetje verderop, de dreef in. En daar dus wachten op verdere orders. Ik heb dan ook toevallig een paar krijgsgevangenen kunnen maken. Er waren 2 Wit-Russen die aankwamen, die ik gevraagd had of ze de kriegmuurden waren. Ja, zeiden ze. En of ze bij ons wilden meevechten dat ik partisaan was. Die mannen zijn komen halen.
Die zijn naar het kasteel gegaan en die hebben we daar ontwapend. En ik heb daarvan daarna een wapen ontvangen. Dit klein maar sober monument is opgericht een paar jaar na de bevrijding. En ieder jaar in september komen wij naar hier om hulde te brengen aan onze gevallen broeders, aan de gevallen strijdmakkers. En dat is zeer belangrijk voor ons als leden van het geheim leger, leden van het verzet. Et alors, environ 4 heures avant la reddition du fort, 3 Allemands sont descendus ici avec une charge de creuse de 50 kg qu'ils ont posé là où il y a le trou dans le béton. Là. Compte les choses. Ils sont, avec une très très longue mèche, allumé la mèche, sont montés en vitesse. Il était temps. Le dernier sortait que tout sautait. Et alors, sur 35 mètres de haut, c'est dans le même état. Il n'y a plus de marche d'escalier qui est entière. Tous les escaliers sont comme celui-là, tous. On ne serait plus monté par là. Et alors, malheureusement, les 5 camarades qui étaient là ont été, donc, je sais, et ici, le plafond a été soulevé ici. Et pendant quelques secondes, il y a eu 3000 degrés ici. La structure du béton n'est plus la même. Les câbles électriques sont fondus. Ça va? On va y aller maintenant. Ça va? Alors, toutes les portes, tout ça, ça a été déchiqueté, c'est ça qu'on voit, tous les impacts ici au plafond, là et là au mur. Toutes les portes, la porte et les poutrelles ont été déchiquetées. Voilà. De dire la vérité, il a cherché pendant quelques années. De dire la vérité, parce qu'il y en a. Et je le sais, il y en a certains, comme dans tout, il y en a qui ont fait tout. Mais justement, ceux qui ont fait, eh bien, n'en parlent pas. Je veux dire la même chose que mon mari. Just about there. Yeah. Couple of corners were there. You gotta keep our space in. Pass it along. Have a look round. This is the actual woods they famously patrolled through. They would have been here. So have a look round. You can see the depressions, they're probably overgrown foxholes. This is where they lived for quite a while. Okay, those who want seen it before, head back, move the half tracks up the road. Okay, guys, take a walk. Up here. Their actual positions were over there. Four years over the hill. Simon.
Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, c'est vous qui parlez. Ben oui. On est venu s'entre-prévenir parce qu'il n'avait pas votre numéro de téléphone. C'est moi qui avais reçu la robe. Ah, oui, vous rappelez que vous ne m'aviez mis. Bonjour. Ça va? Ah, ben, asseyez-vous donc. Ben oui, oui. C'est pour passer par là, moi ça ne m'intéresse pas, c'est ça. Pas du tout. La dame qui était ici et qui avait. L'Américain avait récupéré un parachute qui était tombé ici dans le secteur. Et alors, la dame a demandé à un Américain s'il avait une photo de sa fiancée ou de sa femme aux États-Unis. Et il lui a montré la photo. Il lui a demandé, elle est grande comment? Ben, elle est comme ça et comme ça. Et alors elle s'est mise à sa machine et elle a commencé à faire la robe. C'est vous qui me l'avez remise, hein? Ben, je ne sais plus, ben... Au café du coin, là, ben, à oui, Bastogne. Je sais bien, mais... C'est vous qui me l'avez remise. Oui. Je vous remets, oui. Oui. C'est trop difficile. Vous étiez ici pendant la guerre aussi? Ah oui, oui. Ça fait déjà longtemps, ça. Ben voilà. Oui, 64 ans. Voilà. Est-ce que pour faire la robe comme ça, c'est sûrement pas maman qui a fait ça toute seule? Ben votre soeur? Oh, non, elle avait 14 ans. Et moi, j'avais 12 ans, moi. Non, hein. C'est tellement déjà vieux, ça. Mais vous vous rappelez quand même d'André Meurice et, oui. Et de Monsieur Burroughs. Oui, l'Américain. Eh bien, oui. Un Américain est revenu avec la robe. Pour la rapporter. Ben oui, je sais bien, oui. Et mais vous la confection dit... de la robe, c'est drôle que... Oui, mais ça, vous avez une perte de mémoire, là. Et il y avait quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de Liégeois qui étaient restés ici, qui se sont trouvés ici en pleine bataille, qui n'ont pas su retourner ou qu'ils ne voulaient pas retourner à Liège, je ne sais pas, moi. Je ne sais plus. Parce que... Elles ont quand même confectionné la robe que pendant la bataille. Elles n'ont pas été quand même après. Non, c'était pendant non, la bataille. Non, parce qu'après, ils sont partis, les Américains, et on nous a pleuré. Vous avez vu les parachutes alors tomber. Ah oui, les parachutes. Hein, mais ça, oui, c'était, ben c'est un des parachutes. Hein. Ça, c'était tellement beau, ça. Oui, parce qu'ils ont parachuté à Ramval, on va à Ramval, hein, d'ici. Oui. Ah oui, c'était tellement...
dans le manteau, dans la chambre à canon. Ici, c'était mon canon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avons effectué tout un tir. Donc, ça consistait, j'ouvrais le coin, le camarade introduisait la munition, je fermais le coin et en même temps, je tirais. C'était ma fonction ici en 40, c'était mon canon celui-ci. Et quand on avait tiré, immédiatement, j'ouvrais le coin, la douille était éjectée automatiquement. Et mon camarade représentait une seconde douille. Pour continuer le tir. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pendant les tirs? Au moment que j'ai éjecté ma bulle, en même temps, un Allemand me tirait dans le tube du canon. Heureusement qu'à ce moment-là, mon camarade ne présentait pas la munition parce que je ne serais pas ici pour vous la raconter. Là, c'est la chope à canon, la chope à chose comme à douille. Vous avez tiré avec ce canon? Oui, on a tiré. On a tiré. Vous considérez qu'on a tiré certainement 200 à 300 obus avec ce canon-ci. C'est pas celui-là. Voilà. Ça va? Allez, je ferme la porte. Si on n'arrive pas à fermer, on devait le faire, pouvoir fermer. Attends. Hij was mensenschuw. Heel de straat hier kwam op hem af voor hem te feliciteren. Maar al dat volk kwam naar hem toe en dat had ik eens verteld. Hij had schrik, mensenschrik. Hè? Hij was schuw. Hè? Hij was liever weg. Hij had dat niet graag. Ja, zijn hier 8 dagen gevierd in de straat als hij thuis gekomen is. Ja, dat was verschrikkelijk. Hè? Ja. Hij is, denk ik wel, van Hasselt de langste weg geweest. 2 jaar hè, is hij weg geweest in de kampen. Hè. Ik vroeg hem uit. Hè. Ik babbelde daarvan ook. En hoe was dat dan? En hoe was dat dan? Kind zijn. Ik, ze kunt u dat niet inbeelden hoe dat was. Je weet niet of je familie nog leeft. Je hebt geen eten, geen drinken, geen kleren aan je lijf. Geen kousen, niks. Ze hadden een plankje aan hun voeten met koorden zo. Die... ja, ze nam niks, hè. Mijn beste vriend, die woonde thuis in de buren. Hij was een paar jaar ouder dan ik. En wij gingen altijd samen naar school, op het college. He, altijd gelijk uit. We maakten dikwijls ons huiswerk zelf, bij mijn thuis, bij hem thuis. We speelden samen. En naderhand is hij dus bij de Vlaamse wacht gegaan ook. Heeft hij dus de wapens opgenomen, tegen België. Ja... Ik sprak natuurlijk niet meer tegen hem. Hè. Ik ben van de Witte Brigade. En toen na de bevrijding is hij ergens gepakt geweest. Is hij gevangen genomen geweest. Heeft hij in prison gezeten. En ik heb hem nooit meer gezien. Nooit meer gezien. Nooit meer gezien. Ja. Dus de Vlaamse Wacht is eigenlijk een organisatie. Dus een Vlaamse organisatie. Het was geen organisatie van Duitsers. Die zich bezighield met de bewaking van belangrijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld munitiefabrieken, bruggen, hè, dus heel belangrijke strategische punten voor de Duitsers. Toen dat je bij de Vlaamse Wacht ging gegaan, hoe oud waren toen just? Moet ik nou tellen? Ik zei van 20 januari 26.
Dus 17 jaar ongeveer. Ja, ik was er 18e van 10 januari. Ja, ja. Dus mijn geboortejaar telt dan 10 dagen voor een heel jaar. Hè. Ja, ja. Ik was 18 jaar. Ja, ja, ja. Werd dat toen veel gedaan, dat ze zo bij de Vlaamse wacht waren? Ja, dat zijn niet alleen ik, maar dat zijn verschillende jongens die daar zo ingetrapt. Maar zo over dat je de Joden, dat die minder waardig waren en zo, werd dat ook meegegeven eigenlijk? Nee, dat werd daar niet meegegeven, want dat was toen niet onder orde van de dag nog niet. Dat is pas heel na tegen de capitulatie aan of halfweg de Tweede Wereldoorlog, is dat naar voren gekomen. Ja. Ik heb dat wel horen vertellen, hè, dat ze die mensen oppakten hè, en deporteerden naar Duitsland in een fabriek te gaan te werken. Mm-hmm. Ja. Maar, ik heb maar over concentratiekampen had je nog niks gehoord eigenlijk? Niks. Nee. Mm-hmm. Daar werd niet over gesproken. Mm-hmm. En als je dat achteraf dan zo hoorde, dat er zoveel mensen zijn vermoord en zo, ja, voelde je dan daar niet slecht bij, dat je dan zo bij die... Bij de Vlaamse wacht zijn geweest, in de collaboratie gezeten? Nee, want ik zal dit zeggen, we hebben ook, ik heb even op bruggenwaard gedaan. Mm-hmm. En tegen die mensen zei ik gewoon weg, ga maar door. Wat helpen meer die mensen? Hè? Ik wist al dat ik een fout gemaakt had, maar als je getekend hebt, dan kunnen we er niet af. Hè? Ja. Ik wist dat ik fout was. Mm-hmm. En ik heb andere mensen geholpen gehad. Hè? Mm-hmm. Voor te zeggen, die nou, hoe smal en zo. Zo zijn ik er dan afgeraakt, als dat ik die mensen gewoon liet passeren. Hè. Ja. Ik denk ook dat hij dat nooit helemaal heeft willen verwerken. Hij heeft dat gewoon verdrongen, die periode in zijn leven. Hij heeft daarvoor na de oorlog een straf gekregen. En hij heeft gezegd, van nu wil ik daar niks meer mee te maken hebben, ook niet. En hij heeft ook niet echt een plaats gegeven, denk ik, in zijn leven zelf. Ja, natuurlijk had je een schuld beseft. Maar hoe moet ik dat zeggen? Ik heb nooit niemand verklikt gehad. Ik heb nooit niemand verraden gehad. Mm-hmm. Ik zeg dat zo, om mijn handen kleeft geen mensenbloed. Mm-hmm. En dat was dat alleen dat men nog zette opwekken dat ik vooruit moest. Try to work their way to the west to rejoin General Clark, Combat Command B, where we might continue the fight. La Gestapo a arrêté mon père le 24 juillet 1943 parce qu'il avait fourni de la dynamite à la résistance. Alors il a été conduit au fort de Brendonck où il a été fusillé le 28 février 1944. C'est en mémoire de mon père que j'ai eu l'idée de faire fondre cette cloche, donc son nom et sa date de naissance et tout ça sont dessus, mais c'est aussi en hommage à tous les prisonniers politiques et résistants belges et étrangers de notre pays. Thank you.
soldat allemand. Il est mort pour son pays, etc. Ça, c'est du... Et il a encore tranché de sang, mais ça ne veut pas dire que c'est du sang des soldats. Hein. C'était des fuseaux, hein, somme toute. Il y a du sang. Oui, oui, mais c'est du sang qui est... Il suffit qu'un type en déparlant, même que c'est coupé, hein, c'est pas nécessaire. On ne sait pas. Je ne vais pas l'envoyer pour un... Comment? Allez. Un ADN. Je ne vais pas l'envoyer. Voilà. Un tiroir de trésor. Je pense à Bonjour, Colin. Bonjour, ma fille. Ça va? Yes. Et ça, c'est les camels. Mais il y avait des tout petits paquets de camels de 5. Oui. Dans les rations. Dans les rations, oui. Dans les rations. Oui, 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 je m'en rappelle. Et ici, s'il était complet, on peut voir un marquage avec l'année. J'en ai peut-être, sais-tu ça, mais c'est pas dans ici. Non. Ça, c'était des lunettes, je me demande où elles sont, tiens. Il portait beaucoup de petites lunettes comme des cordons. Oui, mais c'est toutes les... C'est ça, c'est les machins comme ça, désinfectants et tout ça. Ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Combiné une robe, une chemise. De... Ben oui, les gens étaient privés de tout. Hein. Il y avait... Tout manquait. C'était solide. C'était très solide. Il remet la robe. Et Palmyre se demande, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais la mettre dans une armoire. André Meurice était là. J'ai un copain, Roland Elberlange, qui a un musée. Elle serait bien contente. Et on a fait une réception. Au café. We vinden hier op de plaats waar het besluit genomen werd tot overgaan aan de front. In de vroege ochtend van 11 mei 1940 was de situatie kritiek geworden. Alleen de koepel Zuid en Kazemat Vizé 2 waren nog vuurvlaar. Talrijke explosies aan de voet van verschillende trappenhuizen deden het vermoeden reizen dat de Duitse aanvallers op het punt stonden de tunnels van de middenetage door te dringen. Onder de verdedigers van het fort heerste de grote paniek. Door rookontwikkeling in de tunnels was het nagenoeg geen frisse lucht meer om te ademen. Dit werkte de paniek in de hand. De verliezen bedroegen al 22 doden en 60 gewonden. De nachtelijke tegenaanval van de Duitse boven van het fort te bejagen.
die man die was keihard geworden. Dat kon je zeer keihard. En ik begreep dat ook. Hij is ook nooit meer naar Duitsland willen gaan. En als, ik kan dat begrijpen. Die had een haat tegen de Duitsers. En zeker tegen mensen die in het verzet met de Duitsers meegedaan hadden. En ik kan dat goed begrijpen als je in zo'n toestand geleefd hebt. Hij was een gesloten karakter. Ja, op lange lessen die man die... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Die man die was vergramd. Die was verbitterd tot en met ten opzichte van de tegenpartij. Die man die heeft het werkelijk meegemaakt. Die heeft duizenden en duizenden mensen zien sterven. Hè. Ik wilde een heel dat oorlogsverleden blootleggen. Ik wilde maar niet vrij praten met Chris. Mm-hmm. Ik wilde heel hoe dat tijdens de oorlog eigenlijk gegaan. Het is niet ik alleen die in de misstap gezet heb. Er zijn zoveel jonge mensen door ingeraakt. Onbewust, hè. Nu, toen je dat aan mij vertelde, was dat ook niet moeilijk om dat aan mij te vertellen? Nou, omdat hij eigenlijk, en ik wilde hij de volledige waarheid vertellen, ik wilde mij niet vrijplaten. Ik wilde volledig, ik ben de enige niet christ. Er zijn zoveel jonge mensen zo in de fout gegaan. Het gaat niet alleen over mij, alleen, maar ik weet dat. En jij wilde daar een ding van maken, dan wilde ik ook de rechte waarheid zingen. Ja. En daarmee heb ik alles en alles verteld, Chris, en geleid eigenlijk gegaan is. Daar heb ik zo'n bierschildje voor, hè. Dat die dom niet blijft... Het is toch een akelig gevoel. Ik moet zeggen dat we toch, als we hier nu staan, we toch oneindig veel geluk gehad hebben. Allemaal die er stonden. En de Duitsers waren natuurlijk overmacht. Dat waren Fallschirmjäger. Dus getrainde mannen die 5 jaar oorlog hadden. 5 jaar met wapens omgegaan hadden. En wij stonden hier voor de eerste keer. Ik als gemeen van nog geen 18 jaar. Met een geweer in mijn hand. Niet wetend hoe het marcheerde spel. Ik kom nog vaak met mijn vrouw en met mijn kinderen, kleinkinderen, wandelen. En dan denk ik nog aan dat. Aan die momenten, zo lang geleden, met pijn in het hart. Ja. Het was een droeve tijd. Ja. Ik kan er niet meer van zeggen. We hebben oneindig veel geluk gehad, Dat zijn momenten dat ik aan mijn vader denk, dikwijls. Ik ga ook regelmatig eens naar het kerkhof. Dan ga ik daar een beetje praten. Het is een zwaar litteken dat je meekrijgt. Ja, maar we waren jongen. Ik was toen 17, 18 jaar. Je beseft het gevaar niet. Je weet niet wat je doet in feite. Je hebt een ideaal en je wilt dat ideaal zo goed mogelijk uitvoeren, praktiseren, hè. Maar het gevaar beseft ik niet. Hè. Alhoewel het regelmatig jongens en meisjes opgepakt werden van onze groep en in onze school en in onze buurt. Ja, en toch deden we maar voort. Hè. Tot de bevrijding kwam. Hè. Tot de verlossing kwam. Hè.
gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon.